voor ons is het heel belangrijk om ook zeg maar, het vertrouwen uit te spreken naar onze Nederlandse klanten en het Nederlandse bedrijfsleven. En daarnaast is het natuurlijk voor de Surinaamse overheid heel interessant om investeerders aan te trekken voor de Surinaamse samenleving. We hebben met name uitgelegd hoe onze dienstverlening in elkaar zit, wat wij voor onze grote opdrachtgevers doen. Welke investeringen wij doen in de komende periode en welke we in de afgelopen periode hebben gedaan. Wat we voor de Surinaamse samenleving doen, dat vinden we heel belangrijk. Hoe we met onze medewerkers omgaan in de Surinaamse samenleving. En dat is eigenlijk het belangrijkste doel ook geweest, zodat de president begrijpt wat voor rol wij hebben. Wat voor rol we ook hebben willen hebben in deze samenleving. En hoe we in de toekomst samen kunnen zorgen dat we voor de Surinaamse bewoners... Hoe we kunnen zorgen dat we die mensen aan ons kunnen binden. Dat ze ook zeg maar, voor onze organisatie kunnen werken. En hoe we zeg maar, de werkgelegenheid kunnen bevorderen. En hoe we kunnen zorgen dat we het voor de mensen beter kunnen maken in Suriname. Wij zijn een callcenterbedrijf. Dus dat betekent eigenlijk dat wij de hele klantenservice van grote opdrachtgevers in Nederland. In de Benelux. Dat we die overnemen. Dus volledig overnemen. Ja, dus die bedrijven die outsourcen dat aan ons. En dat betekent dat wij... Zeg maar medewerkers in Suriname opleiden om voor die klanten, zeg maar hun klanten te bedienen eigenlijk. En klanten te beantwoorden, klantvragen te beantwoorden. Dus wat je ziet, hè, neem zo'n groot bedrijf als bijvoorbeeld een Odido of een PostNL. Nou, die hebben allerlei klantvragen natuurlijk. Hè, dus hun klanten die hebben bijvoorbeeld vragen over waar hun zending is. Nou, die mensen die worden hier in Suriname opgeleid om die klantvragen te beantwoorden. En wat wij doen is wij zorgen dat die medewerkers heel goed worden opgeleid. Dat alle ondersteuning en systemen worden geleverd. Zodat we eigenlijk de klantenservice kunnen verbeteren voor de PostNL klant. Wij hebben heel veel investeringen gedaan in locaties. Nieuwe locaties. Zorgen dat de voorzieningen voor heel veel medewerkers goed zijn. Dat betekent ook dat we investeringen hebben gedaan om de salarissen omhoog te brengen. Om die interessanter te maken. Zodat de medewerkers ook beter in hun eigen voorzieningen kunnen voorzien. Wat we ook hebben gedaan is dat we heel veel kennis hierheen hebben gebracht. Dus wat we doen is dat we niet alleen callcenterwerk hierheen brengen, maar ook andere dienstverlening zoals planning en forecasting activiteiten, learning and development, dus trainers, opleidingen maken. Dat brengen we allemaal naar Suriname, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen op niet alleen zeg maar een verticaal niveau, maar ook een horizontaal niveau. Dus wij vinden het belangrijk dat de mensen zich verder kunnen ontwikkelen en uiteindelijk ook een carrière kunnen opbouwen in dit vakgebied. Wat nog misschien nog niet aan het beginfase staat van de ontwikkeling in Suriname. We hebben een totaalbestand van 7000 medewerkers. Maar in Suriname hebben we inmiddels 700 man lopen. Die met passie klantcontact uitvoeren voor onze opdrachtgevers in Suriname. Nou, wij werken op verschillende plekken. We hebben twee locaties op de Johannes Moengastraat. We zitten aan de Ringweg. En we zijn nu bezig om onze vierde locatie te openen aan de Kalpoeweg. Dus dat wordt een hele grote locatie die in mei, juni open gaat. En daarnaast wat we aan faciliteiten voor onze medewerkers bieden is dat we ze een zorgverzekering bieden, pensioen. We zorgen dat ze reiskostenvergoedingen krijgen. We zorgen voor gezonde omstandigheden, vitaliteitsweken hebben. We hebben Family Day ieder jaar, zodat we ook mensen met hun familie kunnen helpen. We zijn ook aan het kijken of we mensen kunnen helpen met een collectieve zorgverzekering. Zodat je eigenlijk ook je kinderen mee kunt verzekeren. Dus we vinden het heel belangrijk dat de well-being van de Surinaamse mensen die voor ons werken, dat heel goed in elkaar zit. Dat betekent ook dat we een prettige werkplek hebben. Goede facilitaire faciliteiten rondom kantine. We zorgen dat er hier overal fruit ligt. Goede inrichting van de werkplek. Dat is wat we heel belangrijk vinden. De bereikbaarheid is ook goed. Hè? We zitten aan de Ringweg. Komt hier heel veel bussen komen hier voorbij. We zorgen voor goede beveiliging van de panden. Dat mensen ook op een prettige manier hier vroeg kunnen starten. Dat is natuurlijk ook een belangrijk ding in Suriname. Dus dat is ongeveer een greep uit de dingen die wij doen voor onze mensen. We werken hier voor verschillende opdrachtgevers. Zoals Lebara, Ufone, OV-Chip. Dat zijn Otto Bonprix. Dat zijn belangrijke labels die we hier zeg maar servicen. En de dienstverlening die is heel gevarieerd. Dat varieert per opdrachtgever. Soms doen ze alleen chat. Soms doen ze chat, e-mail en callverkeer. Dus het is heel gevarieerd eigenlijk. Nou, we zien eigenlijk dat er een grote arbeidskrapte is in Nederland. Dat het ook steeds duurder wordt in Nederland. Dus je ziet eigenlijk dat grote organisaties eigenlijk steeds meer naar neer- en offshore locaties uitwijken. En wij bieden eigenlijk een heel groot portfolio aan dit soort activiteiten. Dat betekent ook dat we een hele grote groei in Suriname eigenlijk voorzien. Dus we willen eigenlijk in de komende periode weer gaan verdubbelen.
op basis van de behoeften die we ook nu op korte termijn zien. Dus daarnaast zie ik eigenlijk dat we niet alleen callcenter dienstverlening hier verrichten, maar dat we ook andere back-office werkzaamheden uiteindelijk in Suriname kunnen afhandelen. We hebben een hele prettige samenwerking. Je ziet ook dat er een grote bereidheid is om mee te denken, om bijvoorbeeld de bereikbaarheid op de locaties om die te vergroten, door bijvoorbeeld busverbindingen te vergroten. Maar je ziet ook dat er mee wordt gedacht om bijvoorbeeld zaken zoals een scholing, het omscholen van mensen vanuit die op de overheid werken, om die zeg maar naar contactcenters te brengen, om daarin mee te denken. Dus ik zie er een grote bereidheid.